Volgens Gregory Rusland, fractieleider van de NPS, is de NPS niet content met wat de regering nu aan het uitvoeren is. Met betrekking tot de aanpak van het sociaal vraagstuk, maar zo ook met betrekking tot de aanpak van de wisselkoers. Volgens de NPS-voorzitter zou er nog veel meer moeten gebeuren om de samenleving te helpen, te verhelpen in de nood waarin zij dus nu zitten. Wij voeren u terug naar dit moment. We zijn bezig met de discussies. We zijn bezig te vergaderen over een heel belangrijk onderwerp. Koersontwikkelingen en alles dat daarmee samenhangt. We hebben intussen vandaag een presentatie gehad van de president en de minister van Financiën. En wij als parlement zouden in tweede ronde aan de beurt moeten komen om daarop te reageren. Maar inderdaad, voorzitter, het onderwerp is van zo groot belang dat we toch wel hebben besloten om toch wel in overleg te treden, ook mee te doen als NPS binnen het parlement. Om te kijken als we parlement breed toch wel kunnen komen tot standpunten die ervoor kunnen zorgen dat dit volk uit die problemen komt waarin we vandaag zijn. We hebben geluisterd nogmaals en we zijn niet content met een aantal zaken die naar voren zijn gebracht vandaag door de regering. Omdat het aansluit op de eerdere presentatie en u heeft onze presentatie ook gevolgd waarbij we in zijn gegaan op bepaalde punten concreet waarbij onze zorg is. 1. Het vertrouwen onder alle omstandigheden moet er zijn in het bestuur van het land. Omdat dat bepalend is voor welke richting het volk denkt, het volk reageert. Met als gevolg dat natuurlijk de koersontwikkeling. 2. We willen geen situaties hebben waarbij wij terug worden gebracht in een situatie van zware controle en restricties. Natuurlijk moeten de regels altijd zijn. Natuurlijk moeten de wetten altijd zijn voor controle. Maar het moet niet zo zijn dat het volk gaat grijpen naar tools die ons terugbrengen naar af. En ik heb het al gezegd, mami-wisselen-syndroom en dat soort toestanden willen we niet meer hebben. Wij gaan akkoord om met het parlement verder te kijken naar hoe wij de regering tegemoet zullen treden. En wij zijn beschikbaar om de komende dagen natuurlijk efficiënt, effectief samen met u aan tafel te zitten. Om dit volk te halen uit die problemen waar we zijn. Want we moeten het samen aanpakken, anders wordt de DNA-film allemaal.